Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb meer een positief gevoel dan een negatief gevoel. Alleen het is zonde van die rode kaart, ja. De eerste helft, twee goals, hè? Uitzonderlijk denk ik voor verdedigen. Ja, dat is heel uitzonderlijk. Het is me nog nooit overkomen in mijn carrière. En leuk dat het nu wel gebeurt. Dan denk jij, dit wordt mijn avond, dit wordt fantastisch. Ja, tuurlijk. Als je binnen 10 minuten als verdediger twee keer scoort, dan denk ik van, dit wordt gewoon een hele mooie wedstrijd, dit wordt mijn avond. Om eerlijk te zijn had ik dat zelf ook wel verwacht. Maar jammer dat ik die rode kaart kreeg. En ik moet nu gewoon verder kijken. Wat gebeurde daar bij die rode kaart, zo in de tweede helft? Ja, hij kwam eigenlijk 1-op-1 met de keeper. En ik kwam achter hem aanrennen. En ik gaf hem een licht duwtje vanaf de zijkant. En hij gaat natuurlijk liggen. En dan is het rood. Ja, dat was een terechte rode kaart. Ja, hij gaat liggen, weet je wel. En de scheidsrechter trapt daarin. Dus het is geen terechte rode kaart? Ik vind het niet terecht. Het was een licht duwtje vanuit de zijkant. Zoals ik al zei, hij gaat liggen en de scheidsrechter die moet hem wel geven, denk ik. En dan denk jij, potverdorie, weet je wel, die dat mijn avond moeten worden en dat loopt nou in de soep. Ja. Maar ja, zoals ik al zei, ik hou meer een positief gevoel eraan over als een negatief gevoel. Natuurlijk ook omdat NAC weer gewoon de volledige winst pakt. Ja, en we staan nu gewoon nog steeds 6 punten achter op Sparta. En zoals je de Jupiler League wel een beetje kent, dan weet je dat 6 punten gewoon niks is. Nee, jij gelooft er allemaal nog in. Dat kan allemaal nog veranderen en NAC kan de kampioen worden. Ja, zeker weten. Maar dat zie je ook aan de wedstrijd, de eerste twee wedstrijden na de winterstop, Volendam en vandaag. Hoe wij zeg maar gewoon spelen, hoe wij beginnen, dat zie je gewoon dat wij erin geloven. NAC speelt degelijk, hè, na de winterstop. Ja, we zijn heel degelijk. We zijn met elkaar om de tafel gegaan en we hebben gewoon afgesproken met elkaar dat wij ons kop niet moeten laten hangen, gewoon door moeten gaan. Is dat het verschil met de wedstrijd die jullie speelden voor de winterstop? Ik denk dat we voor de winterstop eerste helft ook altijd zeg maar, goed hebben gespeeld. Maar gewoon dat we tweede helft zeg maar, gewoon een beetje zakten. En dat zag je nu ook wel een beetje. Dus zo'n groot verschil is er niet. Ja, misschien in de eerste helft hoe we zeg maar, beginnen. Maar verder zie je niet echt een groot verschil. Maar NAC ging met name voor die winterstop achteruit lopen, hè, vaak in de tweede helft. Ja, klopt. En nu vind ik dat toch minder. Ja, misschien die twee wedstrijden die we tot nu toe gezien hebben dan? Ja, misschien omdat we zeg maar, gewoon het gevoel hebben van dat we moeten gaan, weet je wel. Dat we niet te veel kunnen hangen. We moeten gewoon vooruit dekken, veel druk op de tegenstander. Dan, we hebben eigenlijk een beetje het gevoel van we moeten nu. Zoals gezegd, twee doelpunten van jou, dan die rode kaart. Hoe kijk jij dan de rest van die wedstrijd af als je dan eraf van het veld af bent gestuurd? Ja, een beetje met spanning eigenlijk. Je hoopt dat de tegenstander niet gaat komen en niet gaat scoren. En dat was gelukkig vandaag niet zo. En als het wel zo was, dan voel je een beetje schuldig naar het team. Ja, nou, je straf uitzitten, hè? Ja. Maar die is zo voorbij.